Het asfalteren van de Quattaweg tussen de Henry Fernandesweg en de Derde Rijweg is gisteravond officieel van start gegaan. Dit traject maakt deel uit van het project Rehabiliteren, Stabiliseren en Asfalteren van de Oost-West-verbinding. Het traject, uitgevoerd door aannemer Tjongalanga NV, beslaat een lengte van 27 kilometer. Dave van der Lee, directeur van Tjongalanga NV, benadrukte dat de start van het asfalteren van de Henry Fernandesweg een belangrijke stap is in het verbeteren van de infrastructuur. De aannemer financiert het werk voor 70% vooraf. Naast de weg worden ook de bermen voorzien van riolering, afwatering en bestrating. Nog uit te voeren, daar zijn we nu mee bezig, vandaag mee gestart. Asfalttoplaag 5000 ton en hier zal naar de wegmarkeringen uitgevoerd worden. Werken in deze wegstrekking was een grote uitdaging voor ons allemaal. Een van de grootste uitdagingen was het verkeer en bestemmingsverkeer. De meeste zijwegen langs deze weg zijn doodlopende wegen waarbij het bestemmingsverkeer niet kon omleggen. Ook bepaalde vrachtwagens konden geen gebruik maken van de wegomlegging. Zoals u weet is het moeilijk werken als het verkeer ook nog gebruik moet maken van dezelfde weg. Gelukkig hebben wij samen met Lexitour de Chimie van het ministerie van Openbare Werken, de politie, de DC en de buurtbewoners goede afspraken kunnen maken zodat het project uitgevoerd kan worden. Uiteindelijk wil iedereen een goede weg hebben. Voordat ik het afsluit wil ik nog een verzoek doen aan de weggebruikers en bewoners om rekening te willen houden met de wegafsluitingen en graag de aanwijzingen goed op te volgen. Vikash Muna, onderdirecteur droge civiel technische werken, haalde aan dat het verharden van de weg vele voordelen heeft. Echter zijn er ook enkele zorgpunten. Minister Riad Noor Mohammed benadrukte dat de rehabilitatiewerkzaamheden merendeels in de avond zullen plaatsvinden, om geen irritatie bij de gemeenschap te wekken. Behalve dat we een snelle verkeersafwikkeling hebben voor gemotoriseerd verkeer, hebben we ook gecreëerd dat voetgangers comfortabel en veilig hun plaats kunnen vinden binnen de overheidszone. Het trottoir, ik weet niet als jullie het hebben opgemerkt, maar het trottoir tevens ook voorziet in die behoefte van atleten. In de vroege ochtend zie je dat atleten gebruik maken van de verharding van het trottoir. Er zijn een paar zorgpunten. Er zijn goede punten, maar ook een paar zorgpunten. In verband met deze verharding, met deze goede verbeterde toegankelijkheid, is het zo van dat verkeer snel zouden willen bewegen. Dus de vraag is dat verkeer zich strikt houdt aan de plaatselijke snelheid, zoals ik eerder aangaf. De snelheid is tussen 40 en 60 kilometer, maar als het ieder met een snelheid van 40 kilometer beweegt, dan denk ik dat we met een van de dag dat er ieder veilig kan komen. Je weet, asfalteren is wel gewaren, misschien vroeger veel in de ochtend, nu zijn ze s'avonds. Dat is een druk op, inderdaad, de directievoerder, de aannemer, openbare werken, die opofferingen die we brengen, zodat de last van die burger ook verminderd wordt. Maar dat was ook een last van de burger. De burger overdag irritatie, iedereen moet naar het werk. Dus hebben we gezegd, laten we asfalteren werken zoveel als mogelijk in de avond. Muna deed ook een beroep op de samenleving om staatsmiddelen niet te vernietigen, verwijzend naar het wegmeubilair. Minister Noor Mohammed benadrukte dat het de bedoeling is dat de Quattaweg tot Nieuw-Nikeri volledig gerehabiliteerd zal worden.